Welkom bij Topnemers, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Normaal gesproken met Roeland Stekelenburg, maar die is op vakantie. Volgende week is die weer terug uit Griekenland. Ik spreek vandaag met Nick Wilderink. Nick, je bent van Nectar. Yes. Wat doen jullie? We bouwen 3D-printers, in het kort. Dat is mooi. Ja. Maar daar zijn er meer van. Ja, zeker. Wat doen jullie speciaal? Nou, eigenlijk is het zo dat onder de 20.000 euro is het heel lastig om een 3D-printer te vinden die gemakkelijk is in het gebruik. En die betrouwbaar is, een bedrijf zeker. En dat is voor consumenten en voor hobbyisten die het leuk vinden om met een schroevendraaier in de hand te staan, geen probleem. Die vinden dat, die zien dat als een kans om weer aan de slag te gaan. Maar voor bedrijven is het natuurlijk een gigantisch probleem, want daar is tijd gewoon geld. En die hebben een printer nodig die werkt als een koelkast, zeg maar. Stekker erin en printen. En wij proberen eigenlijk de aandacht weg te halen bij het gereedschap en terug te brengen naar waar het echt om gaat. En dat is gewoon dingen maken. Ja, en waarom ben je dit gaan doen en vanuit welke achtergrond? Je bent het gaan doen omdat je het gevoel had, natuurlijk, die dingen zijn te duur, dus er moet iets betaalbaarders komen. Maar wat heb je hiervoor gedaan? Nou, allereerst, we hebben nooit geredeneerd uit die dingen zijn te duur en ze moeten betaalbaar worden. We hebben geredeneerd vanuit, wij wouden zelf, ik en de jongen met wie ik het bedrijf begonnen ben, wouden een 3D-printer. In 2014 ben ik hem tegengekomen. Ik had toen een winkel in de binnenstad van Arnhem. Daar verkochten we, zoals ik dat noemde, customizable lifestyle goods. Het waren modeproducten en fietsen, die kon je zelf samenstellen in de winkel. En dan ging je eigenlijk de winkel uit met het gevoel dat je een product zelf had samengesteld. Maar achter de schermen kon je al die sub-onderdelen gewoon stokken, zeg maar. Dus dat was een heel leuk concept. Daar ben ik Stijn tegengekomen. En Stijn had een achtergrond als productontwerper. Die had IPO gestudeerd op de HAN. En we kwamen eigenlijk op het idee van, als we nou samen een printer kopen of bouwen of ontwikkelen, dan kunnen we ideeën uitvoeren. Stijn doet het ontwerp, we maken er prototypes van en we hebben in mijn winkel eigenlijk een platform, zowel online als offline, om te valideren of dat product aanslaat. Toen dachten we, nou, daar is een 3D-printer een hele mooie tool voor. Dus voordat je de massaproductie ingaat met een product, gewoon prototypes gaan maken. Ja. En gaan. Maar we konden eigenlijk geen printer vinden, A, in ons budget, die B, bedrijfszeker was. En die gemakkelijk in het gebruik was. Zo zijn we eigenlijk vrij snel begonnen om er zelf een te ontwikkelen. Dat heeft goed 2 maanden geduurd. Toen zat hij in elkaar. Een volledig zelfontwikkelde. Ja. Ja, echt even doorbijten. Maar die zat eenmaal in elkaar en toen kwamen we er eigenlijk achter dat het de ene dag werkte die en dan blaas je er tegenaan en dan werkt hij niet meer. En dan zou je zeggen dat komt omdat wij hem ontwikkeld hebben, maar dat was gewoon, zeg maar, de staat van de technologie op dat moment. En toen gingen we dat verder onderzoeken, toen kwamen we er eigenlijk achter dat er voor bedrijven niet echt een alternatief is voor onder de 30.000 euro op dat moment. Dus wij zagen daar een hele mooie kans om daar precies tussenin te gaan zitten met een concept wat we vandaag de dag Nectar One noemen. En dat is een Delta FDM printer. Met een chic woord. Die extreem gemakkelijk is in het gebruik. En heel erg bedrijfszeker. Maar hoe groot is het risico voor jullie dat die andere partijen die hem nu voor 30.000 verkopen, niet ook simpelweg, hè? Ze konden tot nu toe konden ze hem voor dat bedrag zo aanbieden. Als je moet gaan concurreren op prijs, is dat een gevaarlijk ding. Hè? Een ander kan daar ook in mee. Ja. Ja, we concurreren in die zin ook niet op prijs, want wij zitten niet in hetzelfde segment als de partij die printers die ik net noemde aanbiedt. Wij zitten eigenlijk in het lage segment, kun je zeggen. Dus we zitten in het desktop segment. En daar zitten we eigenlijk aan de bovenkant van de markt. Dus we zijn nooit bezig met concurreren op prijs. We zijn aan het concurreren op zoals ik zei, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid. Wat ben je nou, wat heb je nou geleerd? Wat ben je tegengekomen van dit proces? Want jullie hadden hiervoor niet gedaan. Hè? Ik bedoel, het is niet zo dat je hiervoor bent begonnen met allerlei andere printers bouwen. En dit is de volgende versie ervan. Dit is eigenlijk het eerste product dat jullie in dit segment hebben gemaakt. Wat heb je hiervan geleerd? Nou, je moet wel echt heads first in, zeg maar, als je met een hardwareproduct aan de slag gaat. Alles moet bij elkaar komen en als een perfect uurwerkje lopen. Dus we hebben te maken met hardware, software, elektronica, back-end, front-end, productie,
We hebben een productiepartner, maar die moet je aansturen. Verkoop, merk bouwen. Alles komt bij elkaar of moet bij elkaar komen eigenlijk. En nou, wat hebben we ervan geleerd? Alles, zeg maar. We hebben alles zelf een keer moeten doen. We hebben alles zelf een keer in handen moeten hebben. En dat is super gaaf. Want alles gaat de eerste 10 keer fout. En als het dan lukt, dan is dat de grootste kick die je kunt hebben. Ja. Alles is een aantal keren fout. Is het ook de kracht van zeg maar de wereld van 3D printing, dat het betaalbaar is om dingen fout te laten gaan? Nou, dat is een heel lang geaccepteerd iets, dat een print fout mag gaan eigenlijk, omdat het toch wel gebruikt wordt door mensen die het leuk vinden om er vervolgens weer mee te gaan klussen. Maar wij gaan er eigenlijk vanuit dat onze gebruikers bedrijfsmatige gebruikers zijn. En zij vinden het misschien niet erg om met de schroevendraaier bij de machine te staan, maar hun baas uiteindelijk wel. Want hun tijd kan op dat moment niet naar productontwikkeling gaan. Ja. En die gaat naar het fixen van die machine. En dat zie je eigenlijk gebeuren bij bedrijven, maar ook bij scholen. Dus leraren die dan maar van maken dat die printer als een soort lesmateriaal gaat fungeren, zeg maar. Dus het is interessant om studenten, hij is weer kapot. Oh, maar fix hem maar, dat is nu de lesopdracht geworden. maar stiekem geven ze allemaal nu langzaam toe dat ze eigenlijk willen dat die gewoon werkt als 3D-print. En dat ze hem daarvoor kunnen inzetten. Geef ons wat voorbeelden. Je hebt sowieso wat dingen meegebracht. Ja. Maar wat voor toepassingen, wat jullie klanten, waar gebruiken ze jullie product voor? Nou, eigenlijk, hoe wij het proces voor ons zien is, mensen zijn hele creatieve wezens. Dus zeker mensen in productontwikkeling. Die hebben op een gegeven moment een idee. En eigenlijk wil je zo snel mogelijk een fysiek voorwerp daarvan, een fysieke variant daarvan in je handen kunnen hebben. En daar is 3D-printen echt een perfect middel voor. En met name FDM is daar een perfect middel voor. FDM staat voor Fused Deposition Modeling. Dat is eigenlijk het smelten van een kunststofdraad, een polymeer. En die leggen we eigenlijk met een driedimensionaal platform leggen we die op de juiste plaats neer. En dan koelen we hem heel snel. En dan ontstaat er eigenlijk een object. Het is een heel schoon proces. Het is een heel goedkoop proces. De materiaalkosten zijn eigenlijk verwaarloosbaar. En dan kun je dus dit soort objecten meemaken. Dit is een lamp, die heet Shylight. En hier hebben we het station van Arnhem, waar ik net vandaan kom. Een maquette daarvan. Dus ja, je kunt eigenlijk heel snel een model, een voorbeeld in je handen krijgen, wat je vervolgens kunt laten zien. En in plaats van dat je met renders iets probeert uit te leggen of met schetsen in 2D, kun je het echt over de tafel schuiven, zeg maar. Als ik heel eerlijk hierover ben, hoor ik de laatste tijd eigenlijk niet zo heel veel meer over 3D-printing. Dat kan namelijk heel goed zijn natuurlijk, omdat het eigenlijk al een soort van gewoon geworden is. Ja. Is dat zo? Is dat de fase waar we een beetje in aan het komen zijn als het over 3D-printing gaat? Ik hoor het natuurlijk heel veel. Ja, dus dat is jouw dagelijkse ding. Ik kan niet zo meepraten over dat. Maar ik weet wel dat er een stigma rust op 3D-printen. En dat komt omdat mensen zijn echt vol enthousiasme zijn ze erin ingestapt. En eigenlijk is het zo dat de hype loopt een beetje voor op de technologie. Dus de meest gestelde vraag bij verjaardagen en borrels, zeg maar, is... Oh, wat gaaf, kunnen jullie ook ogen en ruimteschepen printen? Ja. Waarop ik dan helaas moet teleurstellen. Dat is gewoon een heel andere tak van sport. Allereerst, maar zelfs de meest basische verwachting van de technologie, die wordt vaak nog niet waargemaakt. En dat zijn hygiënefactoren zoals gebruiksgemak en bedrijfszekerheid. Dus gewoon zo'n 3D-printer eigenlijk in kunnen zetten als een 2D-printer. Ga ik even een throwback doen naar de tijd waarin er nog kettingpapier was op papierprinters, zeg maar. Die technologie heeft op een gegeven moment ook een transitie doorgemaakt naar dat je gewoon een A4'tje, een stapel A4'tjes erin kan leggen. En één keer in het jaar loopt die vast en dan schop je er tegenaan en dan baal je. Daar moeten we nog naartoe met 3D-printen. Ja. Die status heeft het toch helemaal niet bereikt. En dus mensen die met die verwachting die technologie aanschaffen of daarin investeren, die komen van een koude kermis thuis. Ja, jullie proberen een van die stappen te zetten. Betrouwbaarheid en hassle-free 3D-printing was het volgens mij wat op jullie website staat. Ja. We hebben hier de afgelopen jaren
allerlei partijen aan tafel gehad. Vaak platforms, hè? Partijen die zeggen van, weet je, wij of we laten het op verschillende plekken in de wereld kun je iets laten maken. Of wij zijn de plek waar de ontwerper kan indienen, zoals ja. op een andere plek. Ja. Maar jullie willen de hardware leveren. Juist. En de software. En de software. En wat maakt jullie software bijzonder? Wat de software bijzonder maakt, is dat die samen ontwikkeld is met de hardware. Er zijn veel fabrikanten die of het een of het ander doen. Dus of een platform bouwen, of een dienst, of software voor het aansturen van 3D-printers. Maar wij zeggen eigenlijk, het eindresultaat moet zijn een iteratief, snel werkend proces. Dus je wil eigenlijk zorgen dat die productontwikkelaar heel dicht bij de machine komt, heel dicht bij zijn gereedschap komt. Je wil dat een timmerman zijn hamer vast kan houden, zeg maar. Want productontwikkeling is een heel iteratief proces. Je moet heel snel slagen kunnen maken. En idealiter doe je dat met een machine die altijd werkt. En dat was ons uitgangspunt, zeg maar, toen we Nectar One ontwikkelden. En er is eigenlijk naar ons idee geen andere manier om daar te komen dan echt alles zelf doen. Dus een beetje de Hasselblad approach. Grappig, wij hadden hier pas van Mo fietsen. Die hebben eigenlijk eenzelfde soort insteek. Schitterend bedrijf. Ja, schitterend bedrijf, weet je wel. Maar met diezelfde insteek. Nou, wij willen eigenlijk het hele proces bewaken. Ja, bij ons kunnen we helaas niet meeliften op het voorbeeld dat 3D-printers vaak gejat worden. En dat we dan met een 3D-print-team erachteraan. Dat is echt jammer, eigenlijk. Ja, ja. Verkeerde branche. Ja. Maar anders dan dat is dit ook een platform waar mensen op instappen, zeg maar. Versus gewoon een enkel Schots product. Ja. Dus wat we eigenlijk doen op het moment dat een klant een 3D-printer koopt, is we gaan een relatie aan met die klant. Dit is ook gelijk het bruggetje naar, zeg maar, hoe wij Truly Hassle Free 3D Printing proberen te bereiken. Allereerst, Truly Hassle Free 3D Printing is onze stip op de horizon, zeg maar. Dat is wat iedereen eigenlijk wil. Iedereen wil dat die hygiëne factoren erin zitten. Iedereen wil gewoon een idee hebben, naar die machine lopen, iets modelleren, het er naartoe sturen en dat het eruit komt en dat je het in je handen kunt houden. Maar om daar te komen, zeg maar, voor een normaal bedrag of een te overzien bedrag, is nog een stap nodig in de technologie. En daar kun je op verschillende manieren kun je daar naar kijken. En elke fabrikant doet het anders en dat is heel leuk. Onze approach is eigenlijk, wij gaan een relatie aan met al onze klanten. Die klanten die gaan een stukje veilig domein doen. Dus het veilige type gebruik van de printer inzetten. Dus de materialen die wij aanleveren, et cetera. Dus een heel veilige omgeving. En er zijn klanten die gaan de grenzen van de technologie opzoeken. En die gaan printjes en opdrachten tegenkomen die niet lukken. Nou, vervolgens kunnen die klanten ervoor kiezen. Dat is geen verplichting, maar dat kunnen ze doen. Om hun ervaringen en hun fouten en hun klachten met ons te delen. En die gebruiken wij weer in onze R&D activiteiten om te zorgen om onze ontwikkelingen te sturen, zeg maar. En waar we dan het verschil maken is op het moment dat er een ontwikkeling is, dan is het inherent zo dat bij de meeste technologische producten alle bestaande gebruikers, dus de generatie 0 zeg maar, die loopt in één keer achter. Want die heeft een ontwikkeling, die heeft wel bijgedragen aan een ontwikkeling in dit geval, maar die heeft een product wat obsolet is geworden. En om dat te voorkomen, om de mensen die de ontwikkeling mogelijk maken en voeden, te belonen, hebben we het hele systeem modulair gemaakt. Dus de printer bestaat uit 8 modules, blokjes. En op het moment dat er een ontwikkeling plaatsvindt op hardwaregebied, kunnen we eigenlijk inzoomen op een van die blokjes en zeggen, hier gaan we iets aan aanpassen. En dat ene blokje kunnen we vervolgens als upgrade gaan uitrollen. Ja. Dus niet alleen op software niveau kunnen we op die manier zorgen dat mensen up-to-date blijven, maar ook op hardware niveau blijven ze, zeg maar, bij. Maar zo heb je eigenlijk, zo interpreteer ik het. Zo heb je eigenlijk op het gebied van de hardware op een bepaalde manier ook weer geleerd van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, zeg maar, in de software. Ja. Hoe kun je ervoor zorgen dat een product kan blijven doorontwikkelen? Ja. Waar we vroeger gewend waren, je koopt het één keer en het kan nooit meer beter worden. Ja, ja, ja. Ja, bij ons kwam het er eigenlijk uit voor dat we merkten van, elke keer als wij machines aan het uitrollen zijn, dan hebben we eigenlijk stiekem al iets ontdekt wat weer beter is.
En dat is frustrerend, daardoor word je in een positie gedwongen dat je gaat kiezen welke, dat je een onderscheid gaat maken, welke generatie je uitlevert. Is een van jullie modellen dan ook? Want ik zie Bert de Boer zegt, wat is je doelgroep met een printer van 5900 euro? Is een model dan ook dat je bij jullie een subscription model kan nemen? Ik koop hem nu voor bedrag X en de komende zoveel jaar krijg ik elke keer de laatste nieuwe module erbij? Of zit dat al in de aanschaf? Wel een heel, heel leuk idee waar we ook mee spelen. Dat het echt richting circular economy gaat. Dat is wel een jongensdroom erachter. Maar op dit moment is het zo dat we de printer aanbieden voor inderdaad 6000 euro of via lease. En bij lease zit support dan optioneel bij in. Maar we hebben geen support of subscription waar je betaalt voor de print of waar je betaalt en alle upgrades komen er gewoon bij. Want wij weten nog niet wat de toekomst gaat brengen qua updates. Ik pak even wat vragen mee van Twitter. Die Bert de Boer, dus die net zei, wat is je doelgroep met een printer van 5900 euro? En wat is je markt? Het zijn eigenlijk bedrijven en dat zijn eenmanszaken en MKB en MKB Plus die aan productontwikkeling doen, dus een engineering afdeling intern hebben zitten of of bijvoorbeeld scholen. Dat zijn eigenlijk de twee grote, dus maakbedrijven en ontwikkelbedrijven en scholen. En scholen is wel een belangrijke markt? Ja. Zeer belangrijk. Nou, ja. Daar gebeurt dus wel ook veel op dit terrein. Ja, ja, en onze propositie sluit een heel mooi baan. We hebben een gesloten kast en er zit een actief HEPA-koolstoffilter in, dus het is veilig. Dus qua gasproductie. Er zit een hele gave deur in de printer, die moet je een keer in het echt zien om te geloven. Maar je raakt het logo wat voorop zit. Er zitten verder geen knoppen op de printer. We zijn heel erg van minimalisme. Dus hij kan niet makkelijk stuk en alles. Dat is allemaal belangrijk ook. Hij is vrij robuust inderdaad. Ja. En de enige knop die erop zit is eigenlijk het logo op de voorkant van de machine. Als je die aanraakt, dan gaat de deur elektrisch omhoog open. Dat was een van de meest ingewikkelde dingen om te engineeren aan de hele machine. Want als je zo'n deur aandrijft naar boven, dan neig je ook te denken dat je hem naar beneden aan moet drijven. En dan bouw je in essentie een guillotine. Dus wij hebben uiteindelijk een truc gevonden waardoor we hem alleen naar boven aan kunnen drijven en naar beneden alleen maar kunnen laten vieren, zeg maar. Uh-huh. Waardoor er wel een deur op zit die beschermt dat handen bij hete delen komen, maar tegelijkertijd ook geen gevaar vormt voor de gebruiker. Dus met dat soort features erin is het een hele goede printer voor scholen. Ja. Martine de Ridder, die was voor jou hier te gast. Ze zegt, hey Nick, je hebt flinke investeringen opgehaald. Ik zag een bedrag ergens van een miljoen volgens mij. Mm-hmm. Zijn er meer dan dit of is dit het bedrag wat je hebt opgehaald? Ja, we hebben recent inderdaad een ronde gesloten met Tin Capital en PPM Oost. En dat was iets meer dan een miljoen. Ja. Ja. Waarom denk je, vraagt zij, dat investeerders hier, tussen haakjes korte termijn vraagteken, geld inzien? Wat heb je ze voorgeschoteld? Ja, dat vraag ik me nu ook af. Nee, we hebben eigenlijk wat ik net vertelde. Dus wij zien een toekomst van 3D-printen voor ons, waarin 3D-printen een tool is die je zonder enige weerstand oppakt. Dat is het nu nog niet. Dus het is een uitgelezen kans om daar iets aan te doen. Hey, een ander stuk van 3D-printing is, maar dan heb ik het eigenlijk voornamelijk over mezelf, realiseer ik me. Maar het is mooi dat het kan, maar je hebt eigenlijk nog steeds heel veel kennis en kunde nodig aan die andere kant. Hè? Voordat ik een model heb gemaakt waar ik iets mee kan. Ja. Weet je wel, is er niet ook nog heel veel winst te halen, zeg maar, aan in het gedeelte van ik heb een idee en ik zet het om in een model en ik kan het printen. Ja. Heb je niet nog heel veel kennis en kunde nodig om te beginnen? Ja, zeker. Of wij daar iets mee gaan doen, dat zal de toekomst leren, maar in de basis is het grootste probleem niet dat mensen niet kunnen modelleren. Want dat kunnen al heel veel mensen. En als je het zelf niet kan, dan ken je wel iemand die het voor je kan doen. Het grootste probleem is dat je het vervolgens niet zo makkelijk kunt maken als je verwacht dat 3D-printen het jou mogelijk maakt om dat te doen. En dat was eigenlijk het primaire probleem wat wij wouden tackelen. Dus het hele modelleerstuk, en daar doen we eigenlijk op dit moment niks mee. Ook omdat we ervan uitgaan dat de bedrijven waar wij op richten zelf engineers in dienst hebben die toch al in 3D werken. Dus die hebben hun eigen 3D-omgeving en die
die spugen daar een STL-bestand uit en vanaf daar pakken wij het over. Heb je die winkel nog waar je dingen uit nee. probeert? Nu? Nee, dat zoals de vorige Van Moof al... heeft wel ook winkels, hè, zelf. Ja. Dus als we de lijn even doortrekken. Ja, nou als dat ooit weer moet gebeuren, dan weet ik in ieder geval hoe dat werkt. Maar op dit moment hebben wij nog geen eigen winkels. Wij verkopen wel zelf nu, maar we willen eigenlijk zo snel mogelijk naar een situatie waarin wij kunnen focussen op het bouwen van het merk Nectar en R&D. Want we denken dat we daar goed in zijn. Ja, wat zijn je concurrenten? Wat ik een hele mooie bedrijf vind, zijn Ultimaker. Dat is ook de grootste. Formlabs. En Carbon 3D. Dat zijn de drie voorbeelden voor mij en voor ons, denk ik. Als je kijkt naar een heel ander terrein, waar ik op de een of andere manier aan moet denken, dat komt misschien ook omdat mijn vriend Stekelen niet is die heel erg van drones houdt. Bijvoorbeeld het gebied van drones, hè, daar heb je de afgelopen jaren gezien dat enerzijds er zijn hele goedkope dingetjes gekomen natuurlijk, waar je makkelijk mee kan spelen. Tegelijkertijd zijn er ook het duurdere segment waar hij mee speelt, die van rond de 1000, die zijn al heel erg goed aan het worden. Ja. Dus op heel veel terreinen zie je natuurlijk altijd, als het eenmaal kan, dan is het een race to the bottom, zeg maar. Ja. Het wordt steeds goedkoper, steeds beter, et cetera. Ja. Hoe zie jij op jullie gebied die toekomst? Hoe kijk jij daarnaar? Is dat een risico voor jullie? Nou, die race to the bottom is eigenlijk al gebeurd. En die heeft eigenlijk niet hetzelfde resultaat opgeleverd als de drones. Namelijk dat je een perfect hoverende machine kunt kopen. En dat komt denk ik omdat er veel meer variabelen zijn bij 3D-printen. Bij een drone heeft die één taak en dat is vliegen. En, of stilhangen of bewegen naar een bepaald punt. En bij 3D-printen ben je een fysiek object aan het bouwen. Je bent een beetje God aan het spelen, zeg maar. Dus je hebt met heel veel variabelen te maken. Met de materialen, het klimaat waarin je die materialen neerlegt. Het model, de aanhechting van het model aan het bed waar die opgeprint wordt. De precisie van het platform wat het materiaal neerlegt. De instellingen die dat platform meegeven. Er zijn extreem veel variabelen die daarin meespelen. Dus het is inherent een veel ingewikkelder probleem, zeg maar, om het net zo makkelijk te krijgen als drones. Ja, als je kijkt naar Johan Schaap, vraagt dat. Die zegt van, met 3D-print heb je steeds meer materialen en kwaliteiten waarin je kunt printen. Wat kunnen jullie? Als ik hier naar kijk, zie ik drie vergelijkbare objecten, zeg maar. Mm-hmm. Op een gegeven moment hoorde ik ook het verhaal van, ja, op een gegeven moment wordt het echt mogelijk om een... weet ik veel, om een telefoon zeg maar, te printen. Verschillende materialen in één ding. Waar staan we nu als het gaat over op dat gebied, over 3D-printing? Wat kan er nu? Er kan heel veel. Maar dat betekent niet dat elke fabrikant alles doet. Ik denk dat er zijn hele mooie vakjes, zeg maar. Dus er zijn partijen die helemaal specifiek met medische printtechnologieën bezig zijn. Wij focussen ons op productontwikkelaars en scholen. Ja. En die vinden een homogeen object van één polymeer vinden ze heel erg adequaat, zeg maar. Dus dat gaat heel goed. En alleen om die range aan materialen dan goed te krijgen is eigenlijk al een grote uitdaging. Ja. Maar er zijn ook bedrijven die specifiek met staalprinten bezig zijn, bijvoorbeeld. Dus zo heb je eigenlijk allemaal categorieën binnen 3D-printing. En het heet toevallig allemaal 3D-printing. Wat overigens een term is die uit gemak als overkoepelende... Ja, het is eigenlijk een beetje een raar term. Ja, eigenlijk is het rapid prototyping of additive manufacturing. Ja. Maar 3D-printing komt eigenlijk van de eerste techniek die er ooit was. Dat was een poederbed impregneren met een soort inkjetkop. Maar dan was er een binder toegevoegd aan die inkt. En die zorgde ervoor dat het materiaal hard werd op de plekken waar je hem... En dan kon je de rest wegblazen, was dat er niet? Ja, dan kon je de rest laten vergaan. Ja. En dan, dat was ook echt een inkjet technologie en daarmee was het 3D-printing. En toen zijn ze op een gegeven moment voor het gemak de rest ook 3D-printing gaan noemen. Maar het is nog steeds heel erg breed. Ja. Hoe groot kunnen jullie printers nu aan? Wij kunnen printen met een diameter van 28 centimeter en een hoogte van ongeveer 40 centimeter.
Dat is toch best indrukwekkende dingen. Ja. Bert de Boer vraagt op termijn ook de medische sector. Je gaf net eigenlijk al een beetje aan. Hè? Ik denk dat die vragen je antwoord door elkaar heen lopen. Is dat voor jullie ook een terrein? Of zeg jij van, daar zijn anderen die daar specialist op zijn of zich focussen? De toepassing medisch heeft weer een hele hoop verschillende losse use cases. Wij werden laatst gevraagd of we... Althans, er loopt nu een onderzoek om te kijken of we met onze machine anatomische modellen kunnen maken voor chirurgen die de volgende dag een operatie moeten doen. En dat vind ik zelf een hele leuke case, omdat wij pretenderen betrouwbaar te zijn. Dat is natuurlijk de ultieme test. Ja. Als jij een operatie in het vooruitzicht hebt, dan wil je natuurlijk dat jouw printer goed werkt. Dus daar kijk ik heel erg naar uit om dat te proberen. En tot zover zijn wij eigenlijk met het medische bezig. Maar echt het printen van dingen die het lichaam ingaan, dat doen wij niet. Nee. Hey, je bent hier op een bepaalde manier ook een beetje toevallig in gerold in deze... In deze business. Je gaf het eerder al aan. Je probeerde alles zoveel mogelijk in eigen hand te houden. Dus er komt heel veel complexiteit bij kijken. Ja. Maar zijn er momenten geweest dat je dacht, waar ben ik aan begonnen? Dat had ik niet moeten doen? Nee, nooit. Nee. Nog geen seconde. En kwam dat ook omdat jullie eigenlijk al zo snel een werkende eerste versie hadden? Nee, we hebben genoeg tegenslagen gehad om te stoppen. om te stoppen, zeg maar. Ja, waarom ben je toch doorgegaan? En het stoppen stond gewoon niet op het menu. Ik weet het niet. Was geen optie. Dat was geen optie. Nee. We hebben altijd... ik weet niet wat het is. Er is gewoon altijd een soort uitdaging gezeten in het toch weer vinden van een oplossing. Op alle vlakken. Jullie hebben nu dus die investeerder, twee partijen die in jullie investeren. Het eerste gedeelte hebben jullie helemaal op je eigen spaargeld gedaan, zeg maar. Ja, dus ik had een potje waar ik zelf van kon leven vanuit mijn onderneming hiervoor. We hebben allebei een bedrag geïnvesteerd. En we hebben de eerste 2 jaar eigenlijk niemand salarissen uitbetaald. Maar we moesten toch een constructie vinden om mensen aan te gaan trekken. Want zelf hadden wij niet alle kennis om een 3D-printer als deze te bouwen. Dus toen zijn we eigenlijk hebben we een stichting administratiekantoor opgericht. Daar hebben we een stuk van de aandelen in gedaan. En toen hebben we via een beloningsconstructie hebben we mensen die part-time bij ons kwamen werken, engineers, hebben we op die manier beloond. Dat is geen ideale constructie, kan ik voor alle ondernemende kijkers gelijk verklappen. Want je kunt niet eisen van iemand dat hij 5 dagen in de week bij je is. Dus je hebt heel veel overdrachtsmomenten. Je hebt mensen die 1 dag komen. Je hebt de mensen die de ene week op maandag komen, de volgende week op vrijdag. Dus we zagen al vrij snel in dat dat niet echt een houdbare constructie was. Maar het heeft ons wel in staat gesteld om de eerste 1,5-2 jaar te overleven en de eerste 6 prototypes te bouwen. Dus hoeveel zijn jullie nu? We zijn nu met 15. En in die periode die ik net noemde, waren we op het hoogtepunt met 30. En die stichting administratiekantoor, dat is een belachelijk bedrag, is dat eigenlijk een belachelijke naam, is dat eigenlijk, hè? Dat is eigenlijk, corrigeer hem als ik ernaast zit, maar dat is een constructie waardoor je ervoor kan zorgen dat er een groep mensen wel aandelen in je onderneming hebt, ja. Maar tegelijkertijd niet de inspraak of die in een andere vorm zou hebben. Ja. Ze staan een klein beetje verder van het bedrijf, maar ze profiteren wel van de als waarde. Goed is, van de waarde van de organisatie. Ja, precies. Ja. Ja. En dus dat is waar jullie personeel, dat is nog steeds, als er nieuw bij jullie binnenkomt, profiteert hij daar nog steeds van mee of ben je nu een fase verder? We hebben nu, dat was dus een stak en nu zijn we overgegaan naar een SAR. En waar staat dat voor? Shared Appreciation Rights, geloof ik. Ja. Dat is hetzelfde trucje, maar dan een net iets frissere, modernere versie ervan. En dat doen we nu eigenlijk als incentivizer voor personeel. Maar dat doen we naast de normale salarissen, zeg maar. Ja. In jullie sector, hoe moeilijk is het? Hoe schaars is het? Is het goede personeel? Is het belangrijk dat je dit erbij hebt? Ik zou niet zeggen dat dat de drijver is. Ik denk dat technische mensen gedreven worden door inspirerende werkplekken en goede uitdagingen.
Het werk moet gewoon gaaf zijn. Maar waar wij een uitdaging hebben, is dat we in Arnhem zitten. We zijn er nog steeds niet helemaal uit of dat een zegen of een last is. Maar het is wel lastig om mensen te vinden, ja. Om goede technische... Maar is dat in het kleine Nederland is afstanden van niks, zou je kunnen zeggen. Ja. Zullen buitenlanders, zullen mensen uit Engeland of Amerika zeggen, of Duitsland. Ja. Maar in Nederland, jij ervaart dat wel als een issue. Mm-hmm. Ja. En waar hebben jullie goede mensen zitten? Waar komen die vandaan? Uit Delft, waar komen die vandaan? Nou, we hebben eigenlijk niemand die langer dan een half uur in de auto moet zitten. Dus dat is eigenlijk wel gek. En mensen gaan ook echt wel dwars op tafel liggen als ze langer dan dat moeten rijden, zeg maar. Maar het kan, wat je net zei, het kan een voordeel zijn. Want ik herinner me Triple IT, dat is een bedrijf wat in Alkmaar zit. Er is ook een groep mensen uit die regio die om die reden juist het prettig vindt, weet je wel? Die willen niet in Amsterdam gaan werken. Ja, precies. Nou, ik ben er nog steeds niet uit, want in Amsterdam of in Delft of in Twente heb je meer concurrenten, kun je zeggen. Je hebt meer andere bedrijven die ook gave dingen doen. In Arnhem zijn we een van de select few technische bedrijven, zeg maar. Dus in die zin zou het heel makkelijk moeten zijn om de keuze te maken als je dan al in Arnhem woont. Maar in Amsterdam en bij de TU's zijn gewoon veel meer mensen. En ik heb de exacte cijfers niet, dus ik weet niet waar je het beste kunt zitten. Nee. Ik weet alleen dat de meeste technische bedrijven er uiteindelijk op uitkomen dat ze bij TU's in de buurt moeten gaan zitten. Dus daar zal ook wel een les uit te trekken. Ja, dus het sluit je niet uit dat jullie die stap ook ooit nog zeker niet moeten gaan zitten. Nee. Nog even een laatste vraag eerder van Martine de Ridder. Relaties aangaan met je klanten, zei jij. Dat is wat wij doen. Mensen kopen de dingen. We willen ook leren van hun ervaringen en met elkaar alles beter maken. Dat klinkt goed voor nu. Maar hoe zie je dat in de toekomst? Is dat een schaalbaar model? Dat is een hele goede vraag. Want dat is het uiteindelijk niet als we hetzelfde blijven doen als nu. Op dit moment is het zo dat een klant ons belt of wij bellen een klant en we vragen hoe het gaat. En dat is een wekelijks of tweewekelijks iets. Maar op een gegeven moment wordt en die klant daar moe van. En jij hebt er de capaciteit niet meer voor. Ja. Dus waar we eigenlijk in de toekomst, dat is echt een jongensdroom wederom. We niet bang zijn om te dromen. Willen we dat eigenlijk gaan automatiseren. Dus we willen eigenlijk dat mensen die input gaan leveren zonder dat ze daar zelf tijd aan kwijt zijn, zeg maar. Dus we willen... ik zal er niet te diep op ingaan, want dan leg ik ons hele toekomstplan op tafel. Maar we willen eigenlijk zorgen dat het een heel laagdrempelig proces wordt waar geen telefoon aan te pas komt. Ja, dan maak je me toch nieuwsgierig. Dan moet je toch even een klein beetje meer vertellen. Laat ik zeggen dat het voordeel is dat we dan de software helemaal onder eigen beheer hebben. Dus jullie kunnen beter monitoren wat er gebeurt, waar mensen eventueel vastlopen. Ja. Je hoeft minder te vragen, maar je kan gewoon meer kijken hoe gebruiken ze onze spullen. Ja, en gewoon vragen stellen. Hoe gaat het nou met het printen, zeg maar? En wat hebben ze gedaan en wat voor resultaat levert het op? Dat zijn eigenlijk de twee dingen die je wil weten. Ja. En als je dat bij genoeg mensen kunt vragen, dan kun je daar echt slimme dingen mee doen. Ja. Laatste vraag, we stellen hem vaker hier aan tafel. Waar wil je over een jaar zijn met je onderneming? Wij willen dat Nectar dat Nectar geassocieerd wordt met hele betrouwbare machines. En hele mooie machines die heel goed werken, die heel weinig effort kosten om personeel te trainen, om ermee te leren werken. En stiekem mag 3D-printen best een beetje leuk zijn. En dat willen wij graag mogelijk maken. Ja. En hoe ver ben je daar nu vanaf? Ik denk dat we op 89% zitten. Oh, dat is mooi. Die elf. Ja. Hoewel die laatste elf is altijd wel lastig, geloof ik. Die laatste elf zijn echt zwaar, hoor. Dat is een lastige om te halen. En als je het hebt over jullie hele productieproces, want hoe gaat dat nu in zijn werk? Waar worden jullie spullen, waar worden jullie printer gemaakt? Hoe wordt die gemaakt? We hebben een productiepartner. En dat is op dit moment één plek. En die sourced alle componenten. Die assembleert het in halffabrikaten en dan in een totaalmachine. Alle tests worden daar gedaan, de verpakking komt er daaromheen en ze doen een klein stukje warehousing. En dan gaat het eigenlijk door naar onze distributiepartners. Dus in Arnhem komt er eigenlijk niks, jullie hebben eigenlijk geen voorraad?
Nee, we hebben wel machines staan, maar die zijn dan puur voor R&D en testing. Ja. En waar, maar waar wordt dit gemaakt? In Ulft. Oké, niet in China of zo? Nee, in Nederland. Ja, ja. En heb je daar nog, daar heb je een reden voor? Je hebt internationaal ook gekeken, neem ik aan. Kan het ergens goedkoper? Of, ja. Waarom vind je het belangrijk om het hier te doen? Nou, ik denk niet dat het loont bij een machine als deze en bij een sowieso de ontwikkelingen die er in Nederland zijn op productiegebied, zeg maar, op dit moment. Ik denk niet dat het loont om in zo'n vroeg stadium al naar Oost-Europa of naar China te gaan. Dus het is zo ongelooflijk belangrijk dat je heel goed kunt communiceren met de mensen met wie je werkt. En nu kan je ook in die auto van je stappen, zeg maar, om even daar naartoe te rijden. Ja, en zelfs bellen doen we dan al liever niet. Dat doe je uiteindelijk wel, maar het is gewoon essentieel bij productie. Daar gaat het heel vaak fout, dat je heel dicht op je partner zit. Ja. Super, dankjewel. Mooi verhaal. En met name ook dat stuk van die vervangbare onderdelen vind ik een hele mooie aansprekende. Ik vind het zo mooi dat heel veel van die elementen uit software en hardware tegenwoordig bij elkaar komen. De processen, de procedures, et cetera, zijn heel erg vergelijkbaar geworden. Ja. Dat het vroeger ondenkbaar was. Ja. Mooi, dankjewel. Graag gedaan. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken natuurlijk zoals altijd Streamzilla uit Groningen. Het bedrijf dat gespecialiseerd is in live streaming. Even kijken, we hebben nog meer. PQR zorgt ervoor dat Fast Moving Targets, de website, altijd up and running is. Bier & Co. Ja, we hebben het van tevoren gezegd. Je mocht ook zeggen als hij niet lekker was. Jij hebt de doggy staan. Ik heb die ook. Hoe beviel die? Hij is goed gelukt. Is hij goed gelukt? Ja, ik heb die voor Oké, die houden we erin. Hij ziet ook mooi uit. Vind ik ook toch wel een belangrijk ding van deze biertjes. En tot slot Freedom Lab. We zenden uit vanuit Amsterdam, vanuit het pand van Freedom Lab. Volgende week is mijn vriend Roland Stekelenburg weer van de partij. Doen we het weer samen. Hopelijk tot dan.